Damn, die borsten. Dit is misschien wel een beetje te. Cool. Dit is misschien. Ja, wat is die Max aan jou voor een pedofiel? Hier kijkers van mijn kanaal, welkom weer terug hier zo bij een nieuwe Sims 4 aflevering. En welkom dus weer terug hier zo bij de Sims, inderdaad. Ga natuurlijk weer lekker zitten of staan, weet ik voor hoe jij deze aflevering kijkt. Dit maakt me eigenlijk niet heel veel uit. Als je er maar lekker plezier aan hebt, ja, dat uh, hoop ik. <laughs> pak lekker je chips. En wij gaan natuurlijk weer lekker verder. Uh, waarom zeg ik altijd: pak je chips? Weet je, misschien hou je wel niet eens van chips of zo. Boeit het. Oké, okay, we gaan gewoon lekker beginnen hier zo met deze nieuwe aflevering. Want wij zijn natuurlijk de vorige aflevering, als ik het goed zeg, gestopt bij het moment dat wij dus inderdaad een nieuw restaurant hebben gekregen. En dat was de Fisherman Basket. Die naam zegt mij niks. Ik weet ook niet waarom het zo heet. Maar het heeft waarschijnlijk iets met vis te maken of weet ik voor wat. Ik heb het ook zelf die naam niet gegeven. Dus dat is gewoon standaard uh, door de Sims gedaan. Dus misschien een beetje raar. Maar. Deze aflevering, oh trouwens ook de vorige aflevering wil ik nog eventjes zeggen: hebben wij inderdaad uh, het nieuwe uitbreidingspakket uitgevonden? Of die hebben we toen gekregen en oh my god, wat maak je dit nou kapot, Look? Vervangen, ja. Maar toen hebben we dus deze poppenkast hier zo gekregen, dat bed en allerlei andere nieuwe meubels. Deze poef hier zo bijvoorbeeld, daar kan je, een, oh, daar kan je een, een dutje op doen zelfs. Nou, dat wist ik nog niet. Nou, dat bureau hier zo, die bureaustoel was ook nieuw en ik zie hier een bureaustoel door de muur heen, dat is niet de bedoeling. Maar ook dit hebben we natuurlijk nieuw gekregen. Dus als je dat allemaal nog niet gezien had, dan moet je even de vorige aflevering terugkijken. Uh, met die soort van Pokémon kaarten was het trouwens. Kijk, hier staat er nog een op de grond. Ik weet niet wat ik hiermee kan. In inventaris plaatsen, doe dat straks maar als je dat dutje hebt gedaan of zo. Ja, oh. Waar is iedereen? Oh, iedereen ligt te slapen. Iedereen is een dutje aan het doen. En, jij wordt gebeld op school. Hoi Femke, we zouden het leuk vinden als je lid zou worden van de rebellen. Wat denk... Wow! Nee bedankt, geen interesse. Wacht eens eventjes. Doe eens even rustig. Zo, deze man probeert gewoon een rebel te maken van het kind wat ik heb. Femke! Goed zo, Femke. Niet naar vreemden toe gaan. Jongens, dit is een wijze les. Als je gebeld wordt door een vreemde en hij vraagt of je een wil, rebel wilt worden, moet je nee zeggen. Nee, maar dit is een soort van. Uh, zoals in het echt. Van joh, kunnen we even langskomen of zo? Weet ik veel. Dat je bijvoorbeeld aan een wild vreemde vraagt: van, kan ik even met je auto mee rijden? Of. Ja, wat een slechte voorbeeld eigenlijk. Ik weet het allemaal niet meer. Maar. Uh, wat ik dus wilde zeggen, dat ik deze aflevering ook allerlei nieuwe uh, spullen weer heb gedownload. Dus ik wil die als eerst gaan bekijken. Uh, het is hier zo uh, bij deze spullen dus inderdaad uh, gedownloaded content, aangepast materiaal. Hier zo staat het ergens. En we hebben hier dus inderdaad een badkamer. Um, deze badkamer kan ik niet echt ombouwen, want die is sowieso heel erg klein. We hebben trouwens inderdaad twee hele kleine badkamertjes. Deze ga ik eventjes weghalen. Dit ga ik ook weghalen. Dit ga ik weghalen. Dit ga ik naar hier verplaatsen. En als dit ook kan, naar hier. Want ik heb dus. Uh, als we het kunnen zoeken, hier zo een douche gedownload. Ja, deze. Kijk, juist. Dit. Ja, zo hoort hij dus niet te staan. Maar je hoort. Even kijken, hoe hoort hij te staan? Ik denk zo. Zo, denk ik. Ik heb geen idee. Ja, er hoort geen toilet in een douche te staan. Maar dat is eventjes raar. Zo. Ja, lekker een badjas. <laughs> badjas boven het toilet. Oké. Okay, uh, wat doe ik allemaal? Ik weet niet waar ik mee bezig ben. Maar. Dit is een nieuwe douche. En ho, nu hangt toiletpapier in de douche. Dat is ook niet de bedoeling. Nee, maar dit is dus een nieuwe douche. Die is blijkbaar heel erg mooi. En ik weet alleen niet of dit de juiste manier is om erin te stappen. Maar dit was aan de linkerkant moest je erin, dus dat zou wel hierbij horen. Uh, dat dus. En wat ik nog meer heb gedaan, dat is misschien wel leuk voor het volgende huis. Want daar hebben we nu niet heel veel aan. En dat is dus eindelijk waar ik best wel heel erg lang op had gewacht. Kijk, is dit. We hebben nu natuurlijk altijd gewoon een dak. Maar we kunnen nu dus eigenlijk een glazen dak maken. Kijk, zoals dit. Ja, niet zoals dat dus. <laughs> nee, maar als ik dit bijvoorbeeld weghaal. Oh, dit gaat een beetje verkeerd. Dit is niet helemaal de bedoeling. Uh, ja, zo dan denk ik. En dan plaats ik dit hier naast. Kijk, nu hebben we dus hier zo'n glazen dak. En dat ziet er al een stuk leuker uit. Alleen heb ik nu het hele dak weggehaald. Of ja, ik, ik heb het hele dak weggehaald. Oké, okay, dat was dus niet de bedoeling. Maar als we dat dus willen, kunnen we bijvoorbeeld in het volgende huis een soort van overkapping buiten maken. Met dit ook. Oh, kijk, een soort van glazen. Laat is dit. En ja, waar zou ik die boven kunnen hangen? Ik kan die eigenlijk overal natuurlijk hangen. Uh, hier zo kan je hem plaatsen. Maar bij dit huis kan het allemaal niet. Want dit huis is gewoon al klaar van zichzelf. Dus we hebben er niet heel erg veel aan op dit moment. Wat, wat is dit? Kijk, er zijn allemaal nieuwe dingen. Oh, dit is een soort van koepeltje ook. Nou, die kan je dan ook bijvoorbeeld hier ergens plaatsen als je dat wilt, of gewoon hier. Ja, dit heeft nu niet zo heel veel zin, want je, je kan er niet doorheen kijken. Maar, dat vond ik dus heel erg leuk. Dat heb ik dus inderdaad gedownload, dus dat is misschien wel een idee voor het volgende huis. Als we dat zouden willen, dan kunnen we dus inderdaad een keer een glazen dak maken. En dat is misschien gewoon wel een keer mooier dan gewoon altijd standaard de dak zoals dit. Uh, maar dat dus. En we kunnen dat ook misschien wel bij uh, de Fisher's Man Basket, of het restaurant, doen. Heel veel van jullie hadden ook gezegd van, ja Gio, je moet eigenlijk... Uh, toch wel zelf een restaurant maken, want dat is misschien wel leuker. En oh my god jongens, zelfs het toilet is hier ook alweer kapot. Kom eens hier zo, een reparatiedienst gaan we eventjes inhuren. Maar als ik zelf een restaurant moet gaan maken, dat duurt wel eventjes, dus dan kan ik dat doen. Maar dan weet ik nog niet zeker of ik dat ga doen. Oké, okay, zij wat even de reparatiedienst. De kinderen die komen over drie uur alweer thuis, want ik wil dus wat uh, gaan doen. En dat is dus om Louise wil ik tiener maken. En waarom? Nou, ik wil dus nu echt een beetje gaan voorzetten uh, met de familie, want jullie doel is dus inderdaad om uh, de Latoys helemaal, dus ik, mijn moeder en iedereen, echt in de serie te krijgen en dus echt te verhuizen naar de overkant. Oftewel mijn eigen huis nagebouwd, als je het niet herkent, ja, dat is jouw probleem. <laughs> Sorry, maar het, het, het kon niet echter lijken, dit was het meeste wat ik ervan kon maken. Maar daarom moet ik dus inderdaad Louise straks ouder gaan maken, want dan kan zij dus een Marcel gaan vinden, oftewel mijn vader. Alleen, ik denk dan dus dat ik die persoon zelf moet gaan maken. En dat ik die dan dus ook echt op mijn vader moet gaan... Ja, dat die dan op mijn vader moet lijken. En dan moet ik hem ergens helemaal in een gezin gaan plaatsen. Ook als tiener, zodat ze de liefde samen kunnen bedrijven. En ja, dan kunnen zij dus weer kinderen maken. Dan maken ze dus Melanie. En dan maken ze mij. Dan hoop ik alleen wel dat ze we dus inderdaad een jongetje en een meisje krijgen. Want anders moeten, we kinderen... anders moeten we kinderen gaan vermoorden. En dat is een beetje slecht. Maar, dat is dus het nieuwe drama misschien wel voor de Sims. Dus, bereid je daarop voor. Uh, maar ik wacht dus even voordat de kinderen thuiskomen uh, van school. En tegen die tijd kan Luke. Is er nog een rotsel in het huis? Oh, alles doet het weer perfect. Dankjewel, hè, mevrouw. Ga, ga maar lekker plassen. Ja, nou, ze gaat naar huis. Dit kan je eventjes gaan opdwijlen. Uh, ik heb trouwens ook nog kleding gedaan, want Dat ga ik straks laten zien. Maar uh, ik zal nu wel even doorspoelen. Want anders hebben we niks te doen. Nou, oké. Okay. Het is dus tien over twee. Over 50 minuten komen de, uh, komen de kinderen echt thuis van hun school. Maar ik ga dus even wat nieuwe kleding aan jullie laten zien. Het is trouwens maar één ding. Maar het is echt heel erg sexy. Vond... Ja, waarom zeg ik dit eigenlijk? Het is een sim. Oké, okay, boeien. Wat maakt het uit? Uh, we gaan dus outfits plannen voor onze Valerie. Want het is dus voor een vrouw. Ja, tenzij een man uh, die kan het ook dragen. Maar dat is niet echt mannelijk. En oh. Wat ik ook nog moet doen: ik moet de kleding van een van de meisjes aanpassen. Naar dus inderdaad een Kenzo shirt. Want inderdaad, ik was het vergeten. Met die update kan je dus ook gewoon mannenkleding dragen. Maar dat was ik toen dus eventjes vergeten. Maar, eerst de kleding voor haar. Ik hoop dat we het kunnen vinden, want het is sportkleding, als ik het goed zeg. Oké, okay, Valerie. Ja, ik had het dus gezien op dat plaatje dat je dan hele dikke borsten moest hebben. En dat je dus heel erg uh, slank moest zijn, mager. En dan zou het dus echt heel erg mooi staan. Dus ik weet niet of het hier al bij staat, of dus dat het echt sportkleding is. Staat het hier zo bij? Nee, niet. Of wel, ik weet het niet. Hallo? Ik heb geen idee. Misschien staat het hier zo bij. Nee, dit is het niet. Het was dus ook iets van Nike, dus zoals wat ze nu draagt. Alsjeblieft, zeg maar dat het er staat. Dadelijk heb, het ik, dadelijk heb ik het weer gedownload voor niks. Dit ook niet, dat ook niet. Nee, bijna dan. Die ook niet. Oh, het wordt spannend. Gaat het er nog tussen staan of niet? Ik heb geen idee. Volgens mij staat het er weer niet tussen. Meen je dat nou serieus of kan ik het gewoon weer niet vinden? Ik kan het trouwens ook gewoon zo laten lopen. staat misschien ook wel leuk als jullie dat vinden. <laughs> nee, maar even serieus. Kijk. Wow. Ach, ik ga even de borsten vergroten als dat kan. Kan ik de borsten nu vergroten of kan dat niet meer? Oh shit, dan had ik die cheat moeten invoeren natuurlijk. Oh, dat is jammer. Wow, ze heeft wel een, een goed kontje. Een goed, een goed billetje. Ja, ik kan er ook niet magerder maken op dit moment. Maar het is heel jammer. We kunnen de kleding op dit moment niet vinden. Of is dit... Wacht. Ja. Was dit... Nee, dit was het. Ik heb geen idee meer. Dit was het waarschijnlijk ook niet. Ik weet het niet meer. Dit staat, dit staat trouwens wel leuk bij hè? Dus ik laat deze kleding wel gewoon eventjes aan voor Of dit... Want oh, dit zou eigenlijk gewoon echt super raar zijn als ze hiermee in het openbaar gaat lopen. Of gewoon dit buiktruitje. Nou, we laten het gewoon hierbij. Bad first coffee. Dat doen we nu gewoon even als kleding bij. Dat is Nou ja, weet je wat? Fuck it. We doen het wel gewoon zo. Ja. Top. Hartstikke mooi. Voor de gedownloade kleding dus, inderdaad, moet ik steeds maar even wat beter zoeken. Of ik heb het gewoon weer niet gedownload. En dan dacht ik dat ik het gedownload had. Oh, nou, ik heb dus eventjes de cheat ingevoerd. Ik ga nog alsnog haar kleding aanpassen. Ik wil eventjes... Ik ga gewoon. Nee, ik ga de kleding niet aanpassen. Ik ga de borsten aanpassen. Ik ga gewoon super grote borsten bij haar maken. Badkleding. Juist. We gaan haar een sexy bikini geven. Want dit heb ik ook al heel erg lang. Dit is niet. Nee, dit is niet sexy. Maar dit heb ik ook al heel lang niet gedaan. Kijk, zoiets als dit. Alleen dit is echt een vreselijke kleur. Een witte kleur, juist. We gaan. Dit is trouwens toch geen zwemkleding, jongens. Wat is dit? Ik zoek badkleding, maar dit is geen echte badkleding. Hier, een slipje. Nee, ja, wel een leuke. Hebben we dan echt zulke stomme Sims kleding? Niet eens een leuke bikini. Moet ik dan ook al een leuke bikini voor de gaan downloaden? Juist, kijk eens aan! Nu hebben we een beetje stel. dit is een badpak, maar die staat er gewoon leuk, behalve die bril dan, dat kan echt niet. Want niemand zwemt met een bril op. Dus die bril gaat af, maar wowie, wowie, wowie jongens, die borsten, kijk dan eventjes. Ik moet eerlijk zeggen, dit staat best wel mooi. Ik kan blijkbaar bij het kind nu dit niet aanpassen, kijk het is alleen beschikbaar voor tieners en ouderen, dus dan laat ik dat maar eventjes zo. Dan kunnen we dat dan pas aanpassen als ze tiener is en dan kan ze misschien Kenzo shirtjes gaan dragen, maar. Maar het is nu echt even wachten tot ze thuis komt. Um, en dan kunnen we ook gelijk alle kleding van iedereen zien. Dus tot daar. Het is inmiddels al vijf, voor half, of vijf over half vier. En de kinderen zijn nog steeds niet thuis. Dus ik weet niet wat er aan de hand is. Maar. Uh, nee, niet spijbelen, Dat levert slechte cijfers op. Maar, trouwens, we kunnen hier al. Wow! Damn, die borsten. Dit is misschien wel een beetje te. Dit is misschien. Ja, Luke, die vindt het vast niet erg, hè? Nee, dit vind je, dit vind je zeker niet erg. Maar dit is misschien wel een beetje te groot. Nou, oké, okay, we laten het maar eventjes zo. Ik had niet, ik had niet zo groot verwacht, trouwens. Maar oké. Okay. Oh, de kinderen zijn hier net thuis gekomen. Zo, een uur later. Dus ik weet niet wat ze hebben gedaan. Maar volgens mij moesten ze echt nablijven. De schooldag zit er weer op. Trouwens, het is toch gewoon altijd tot, tot drie uur. Ja, hier. Ze hebben gewoon een uur langer op school moeten zitten. Dit pik ik niet. Nu moeten we echt eventjes gaan klagen bij de leraren. Want dat zou ik ook niet pikken als mijn kinderen gewoon een uur langer op school moeten zitten. Maar, wat wel mooi, zo, uh, wat wel mooi is, um, is dat we nu eindelijk een taart kunnen bakken. En die gaan we dus hier eventjes bakken. Flutterige hartekoekjes. Nee, we gaan een taart koken. In dit geval dan, ja, natuurlijk. Een witte taart. Voor Louise, dus om de ouder te maken. Dan wordt ze wel ineens ouder dan Femke. Terwijl Femke eigenlijk ouder is. Dus misschien is het wel leuker als we ze allebei tiener maken. Ik denk dat het wel leuker is. Dan kan ze ook gelijk die cancel shirtjes dragen. Dus Luke, ga jij ook maar eventjes gelijk een taart uh, koken? Dan hebben we gelijk twee taarten. Ja, ik zeg koken, maar jullie weten natuurlijk allemaal dat het bakken is. Um, en Louise. Voordat je gaat slapen, wil ik eventjes dat je de nieuwe douche komt uittesten. Want ik wil wel zien hoe die eruit ziet. Ik wil niet weten hoe het eruit ziet om een meisje onder de douche te zien. <laughs> in de Sims. Ik wil gewoon weten hoe die douche eruit ziet. Dus, hoe ziet die eruit? Even kijken. Wowie! Damn, dit is een mooie douche. Oh, kijk dan. Ik vind het echt een mooie douche. Oh, ik ging helemaal in, dus of wat. Hij is alleen wel een beetje laag. Of ligt het aan mij? Als je lang bent, dan stoot je zo je kop tegen dat ding aan. Ik weet niet of volwassenen er wel onder kunnen. Want dat lijkt echt zo dat ze dan echt precies hun kop er tegenaan stoten. Maar dit is wel een mooie douche. Dat moet ik eerlijk zeggen. Kom maar, is de taart al klaar? Juist. Oh, niet een stukje ervan nemen, alsjeblieft. Zet de kaarsjes erop. Top. Oké, okay, en dan kunnen we Louise nu alvast? Of nee, ik denk dat ik dan eerst Femke ouder ga laten worden. Want dan blijft ze wel de oudere zus van Louise. Dat is misschien toch wel leuk. En jij, ga verder met die taart. Kom op. Luke, doorgaan. Luiwe zak. <laughs> Ja, jij komt je kaarsjes uitblazen, hartstikke leuk. En jij gaat maar weer even lekker naar bed dan, tuurlijk. Dutje, doe neer, ga dan maar slapen, joh. Ga maar gewoon eventjes drie uur slapen, denk ik. Oké, okay, en we gaan hier dan weer de verjaardagskaarsjes op toevoegen. Dan is de tweede taart ook klaar. Nou, ik zeg net uh, tegen Louise van, ga maar naar bed. Maar, uh, ja. Oh, wacht. Wacht eens even, oh. Kan ze dat wel uitblazen nu, of kan ze... Ze kan er zeker niet bij. Dat dacht ik al. Oké, okay, dan moeten we die op de tafel zetten hier, zo of zo. En dan die daar. Juist. En Max Villarreal vraagt zich af of je even gezellig bij hem thuis lang. Wat is die Max Villarreal voor een pedofiel, jongens? Hij is gewoon zoveel jaar ouder en hij vraagt steeds aan dat kind of hij eerst de club wil jo joinen. En nu vraagt hij of ze bij hem thuis wil komen. Wat heeft hij voor plannen met haar? Max Villarreal, die kennen we natuurlijk, want daar hadden we eerst een relatie mee met iemand. Ik weet alleen even niet meer met wie. Maar dit is een beetje eng. Een beetje smerig is dit. Maar Femke, kom, een wens doen. En dan Louise kan dit, hier zo, de kaarsjes uitblazen. Ja, daar gaan we. Ja. Blaas de kaarsjes uit. Hartstikke mooi, kom. Ja. En dan wordt ze eindelijk ouder. En dan jij nog, Louise. Yes. Femke Bakker wordt een Tino. Hoe ziet ze er nu uit? Wow. Oh. Zo, die is nog best mooi. Ik moet eerlijk zeggen, die is nog best mooi. Ze is aantrekkelijk. Hé. Hey, daar houden we het bij. En ze is een grapjas, juist. Ze is lekker vrolijk. Uh, die laten we zo. En ze is goed. Kijk eens, en de kleding die is. Uh, ja, de schoenen en de broek zijn echt vreselijk. Maar dat, dat truitje kan op zich nog wel, dat bloesje. Ze heeft niet zulke grote borst als de moeder. Dat is wel duidelijk. Ze lijkt ook niet op de moeder qua wenkbrauwen. Kijk, ze heeft hele donkere wenkbrauwen. Dus die heeft ze van Luke, denk ik. Toch? Want Luke heeft wel donkere wenkbrauwen of ook niet? Ja, die wel. Oké, okay, dan klopt het gelukkig. Het is wel een kind van ons. Nou, nu Louise nog. En dan kan ze eindelijk een partner gaan zoeken. Oftewel Marcel. Maar die moeten we dan gaan maken, Dus zoals ik al eerder zei in deze aflevering. Kom. Ga je bed uit, slaapkop. Oh, ja, nu, ga, nu ga je wel in het verkeerde bed liggen, Femke. Je hebt nog steeds het kinderachtige bed hier zo. Het monster onder het bed besproeien. Oh, is dat nieuw? Ah, is dat nieuw misschien? Dat we dat hier zo hebben van, de, van die bedden. Het monster onder het bed besproeien. Wat is dat dan? Zit er dan straks een monster onder het bed? Oh, kijk, dan zit echt een plantenspuit dan in de bed. Of in de hand. En dat kan alleen bij dit bed waarschijnlijk. Want bij dit bed kan het bijvoorbeeld niet. What the fuck? Oké, okay, nou, ga nu maar lekker slapen. Nu is het Louise de tijd om ouder te worden en die is hartstikke moe. Oh. Ja, daar gaan de kaartjes. Kom op, 3, 2, 1 en let's go! Juist! lego Ja, kom op, dit duurt echt wel heel lang. Ja, en hoe zie jij eruit? Wow, je zag ze heel de gezicht vervormen en. Wow! Oh. Ja, wat is mijn moeder? Mijn moeder is een feestbeest Ja, op zich is mijn moeder wel een feestbeest Ze houdt wel van een feestje. En mijn moeder is niet onhandig. Mijn moeder is handig, dus vandaar. Mijn moeder is ook niet jaloers. Mijn moeder is goed. Ja, dan doen we het zo. Kijk, lekker aardig over je moeder. En oh, dit is de slaapkleding, denk ik. Wacht. Wat is je normale kleding? Alledaags. Hoe ziet dat eruit? Of ziet het er echt niet uit, gewoon? Doe je alledaagse kleding eens aan, meid? Oh, nee, dit zou mijn moeder nooit dragen waarschijnlijk Of nou ja, dat valt nog best mee denk ik Dat zal ze op zich nog wel dragen <laughs> Nee, ik weet het niet, nou die schoenen sowieso niet Nou oké, okay, op zich is ze nog redelijk aantrekkelijk in haar gezicht uh, Ik hou het gewoon op als sim Ik zeg dus niet dat het mijn moeder is jongens, rustig uh, Ze is wel heel erg moe Alleen wat we dus gaan doen Is heel eventjes naar het restaurant en dan gaan we die open gooien Want dan hopen, oh wow, we moeten een hele dikke rekening betalen Oké, okay, dat eerst Maar dan hoop ik dus dat daar een leuke jongen komt voor haar of dat heeft eigenlijk geen zin in op dit moment. Nee, wij moeten Marcel zelf gaan maken. Nou, weet je wat ik dan doe? Ik behoud dat voor jullie voor de volgende aflevering. Dan ga ik mijn vader maken. Maar wij gaan nog wel eventjes naar het restaurant toe om daar een zwembad te maken. Wat leuk bij het restaurant past. Zodat we de beginnen kunnen zien van Valerie. Ja, die kunnen we eigenlijk nu ook zien. Maar ik wil het per se met een zwembad zien. Dus, wij gaan reizen. We hebben hier namelijk geen zwembad in de buurt als het goed is, we hebben ook geen openbaar zwembad meer. Maar wij gaan reizen met. Uh, ja, Femke gaat mee. Heel de familie gaat gewoon mee. Iedereen kan nu lekker meewerken in, uh, in het restaurant. Ja, kijk eens aan. Nou, ik ga het restaurant niet opengooien, want ik heb even geen zin in klanten. Dus dat is niet nodig. Uh, er is verder volgens mij niks veranderd aan het restaurant. Ik had er niks meer aan gedaan. Ik had het gewoon zo gelaten zoals het was. Maar. Op deze plek hier zo onder. Wil ik dus een prachtig zwembad gaan maken. Als dat kan. Kan dat hier zo? Ja, dat kan. Ik zou alleen nog steeds niet weten waarom je een. Een zwembad hebt bij een restaurant. Ja, ik zag het wel toen ik in Turkije was. Zag ik het daar zo wel. Toen hadden ze inderdaad een zwembad uh, bij het restaurant. Maar even kijken. We doen het zo. Juist. Kijk eens aan. Ah, dan doen we het zo. En dan misschien nog inderdaad een leuk vormpje. Of dan moet het breder zijn. Dan moet het waarschijnlijk breder zijn. Kijk, juist. Oké, okay, het is een best wel aparte vorm voor een zwembad. Inderdaad. Maar dat is misschien ook wel leuk om te doen. Een baatje ba Golfslag. Krijgen we dan golfslag? Oh, krijgen we dan golven? Is dit nieuw of. Of was dit er al? Ik weet het niet. Volgens mij was dit er al. Of. Oh, is dit zo op de grond bedoeld waarschijnlijk? Ah, daar. Is, dat is, dat is... Ja, dat is daarvoor gewoon, denk ik. Nou, kijk. Hartstikke mooi. Een heel leuk zwembad. We kunnen er wel nog eens straks een soort van terrasje omheen maken. Met ook misschien wat extra zitplaatsen voor de gasten, zodat ze buiten gaan zitten. Maar eerst wil ik het even zien zo. Kijk, oh. Oh, het ziet er wel echt heel gezellig uit. Oh, ik kan nog wel wat lampjes daar zo aan de muur ophangen misschien. Dat is wel wat mooier. Zodat ze nog meer sfeer hebben. We hebben we niet wat buitenlampen hier zo standaard al? Wat we kunnen neerzetten. Zoals dit hier zo. Of de lampen van hier. Ja, kijk, deze lampen bedoel ik. Een verticale lamp. Oké, okay, wow. Je kan dit gewoon niet lelijk noemen. Als je dit lelijk noemt, dan noem ik jou ook lelijk. Nee, even serieus. Dit ziet er gewoon mooi uit, toch? Kijk zo. Nu is het echt een soort van disco-zambad. Wow. Wow, ik ben even trots op mezelf. Nee, even serieus. Ik vind het echt mooi. Kunnen we dan nog een, mooie, een andere kleur eraan geven? Zodat het nog blauwer is, waarschijnlijk. Oh, wacht. We zijn. Oeps, we zijn door het budget heen. Waar, wow, misschien moeten we eerst maar even wat geld overzetten dan. Oh, dat was 50 euro. Oeps. Juist, kijk. Oh, we kunnen het nog blauwer maken, zelfs zo. Of is dit? Ik weet het niet. Nou, jongens, ik ben helemaal tevreden met het zwembad hier zo. En ja, Valerie. Valerie, je komt al aanlopen. Kijk eens. Ah, jij ja, gaat er gelijk in, in zwemmen, in springen. Ja, maakt niet uit wat je doet. Kijk, oh, die lampen. Ik vind het er echt mooi uitzien. Ik heb hier trouwens nog hekjes neergezet en dan inderdaad een klein vloertje. Wow, wacht. Ja, ja, ja. Nee, eerst even, nu weer even op de kant komen staan. Want nu wil ik wel even je borsten zien. Kom eens hier. Ik ben zo'n smeerlapje. Ik ben zo'n smeerlapje. En, oh, daar loopt Louise. Wat sneu. Ja, zij gaat dus inderdaad in de volgende aflevering waarschijnlijk een relatie krijgen met Marcel. Of we gaan in ieder geval Marcel maken. En, wow, wow, wacht. Blijf eens eventjes staan. Blijf eens even staan. Kijk eens aan. Kijk eens aan. Jongens, dit zijn de grootste borsten die je kan hebben in The Sims. Dit zijn de grootste borsten. Nou, ik vind het hartstikke mooi. Het zwembad is dus nu ook best wel passend bij het hotel of het restaurant eigenlijk. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Doe nog even een blauw duimpje omhoog als je dat nog niet gedaan had. En dan zeg ik tot de volgende aflevering. En later.